longer am afraid of the night. Cause I look to the light. If they come for you, I will shield your name. I will field their questions. I will feel your pain. They don't know. They don't know. They don't know. Foot on the devil's neck till it drifted Pangea. I'm moving all my family from Chatham to Zambia. Treat the demons just like Pam. I mean, I fuck with your friends, but damn, Gina. I've been this way since Arthur was anteater. Now they wanna hit me with the woo after bam. Trying to snap photos of family. My daughter look just like Sia. You can't see her. You can feel the lyrics of spirit coming in braille. Tumming of the underground, come and follow the trail. I made Sunday candy, I'm never going to hell. I met Kanye West, I'm never going to fail. He said let's do a good ass job with Chance 3. I hear you gotta sell it to snatch the Grammy. Let's make it so free and the bar so hard that it ain't one gosh darn part. You can't tweet. This is my part, nobody else speak. This is my part, nobody else speak. This little light of mine, glory be to God. Yeah, I'ma make sure that they go where they can't go. If they don't wanna ride, I'ma still give them raincoats. Know what God said when he made the first rainbow? Just notice at the end if I'm too late for the intro. I'm just having fun with it. You know that a nigga was lost. I laugh in my head cause I bet that my ex looking back like a pillar of salt. Cause they flipped the script on your ass like Wesley and Spike. You cannot mess with the light. Look at Luciano from 79. We on an ultralight beam, we on an ultralight beam. This is a God dream, this is a God dream. This is everything. Hallelujah. Everything. I'm trying to keep my faith. Yes, but I'm looking for more. Somewhere I can feel safe. And in my holy Father, this prayer's for everyone that feels they're not good enough. This prayer's for everybody that feels that they're too messed up. For everyone that feels they said I'm sorry too many times. You can never go too far when you can't come back home again. That's why I need Yes, en nu dat we God gevonden hebben, in deze zware tijden moet ik zeggen, welkom to Let's Talk. Ik hoop dat jullie dit beetje gospel, over het vinden van de licht in onze leven, dat het jullie helpt op de weg in deze moeilijke tijden, dat al de prijzen de pan uitreizen. En al helemaal voor de mensen die het al moeilijk hadden voordat de prijzen omhoog gingen. Ik wens jullie allemaal het beste. En daarom gaan we deze week terugkomen op een onderwerp die we 2 weken geleden behandeld hebben. En toen konden we helaas niet livestreamen. We hebben de beelden wel, die komen binnenkort online. Maar dat komt vanzelf wel goed. Dan hebben we het gehad over overleven wanneer je broke bent. Voor de luisteraars thuis, die kennen hem al. Die kennen Charlie ook. En die kennen Macho, die zometeen op bezoek komt, die kennen hem ook. En de tweede helft gaan we het meer over zijn verhaal hebben. Twee weken geleden hebben we het gehad over hoe Charlie dan in zo'n moeilijke situatie was gekomen. Dus in haar geval was het dan dat ze in de kinderopvangtoeslagaffaire is gevallen. Ja, er zijn zoveel schandalen en affaires, moeilijk om bij te houden wat is. En dat vanaf dat moment haar leven best wel bergafwaarts gegaan is. En dat ze versteld stond van hoe ze voor gesloten deur, terecht stond. Kwam uiteindelijk. En dat er niemand, nou eigenlijk toen er eindelijk iemand was die bereid was om haar te helpen. Dat die persoon gewoon werd verplaatst van de afdeling en niet meer in die functie was. Ze hebben ook verteld dat ze naar de advocaat gestapt is. De advocaat die zei, ik regel dit wel even binnen 2 weken. Een juridisch loket, ja. En zelfs hun stonden met hun mond open en hebben uit de wanhoop maar uiteindelijk de ombudsman aangesproken. Ja, een dossier teruggegeven.
Ja, en het dossier teruggegeven omdat ze bij de mensen die fout gemaakt hebben nul op het request kregen. Nou, ik ben blij dat het in ieder geval in de media speelt. Maar voor de mensen die nu ook moeilijke tijden tegemoet gaan omdat ze simpelweg niet genoeg verdienen of simpelweg niet genoeg ontvangen of al te hoge rekeningen hebben en de rekeningen die stijgen de pan uit. Gaan we het hebben over ja, hoe kunnen we het, hoe kan je dit soort moeilijke tijden overleven? En je hoofd recht op je schouders houden. Want dat lijkt me wel heel moeilijk. En ik denk dat jij, Charlie, als ervaringsdeskundige wel het een en ander daarover kwijt kan. Ja. Ja, ik weet niet hoor. Het is nou een tijd van intense hoge prijzen. Ja, dat is gewoon bizar. Ik weet niet wat mensen nog weten van 2008. De crisis, de allereerste. Ja. En daar zijn we het ook uitgekomen. Ja, voor mij was... We kregen die inflatie niet. Ja, ik kan je zeggen dat toen de tijd was de crisis voor mij was best wel zwaar. Want nou, eigenlijk de eerste crisis, want die had eerst de crisis van rond 2005. Toen begon de crisis eigenlijk. Ja. De bankencrisis en dat alles omviel. Ja. En dat, omdat alles omviel, toen was er op een gegeven moment minder werkgelegenheid. Omdat onze werkgevers vooral in de techniek, geen leningen en dergelijke konden krijgen voor de grote projecten. Ja. Waardoor er een hoop mensen naar huis gestuurd werden. Ja, alles kwam stil te liggen en toen kwam 2008, kwam alles geklapt. Maar nu hebben we het eigenlijk anders, want nu hebben we de inflatie erbij gekregen. En ik weet niet of ik het nu, wat ik toen had gedaan, dat ik dat nu nog steeds zou kunnen doen. Nee. Dat kan ik eigenlijk gewoon uitleggen, want ik weet niet. Wat wij doen, boodschappen voor 50 euro of zo, kan je nog iemand het vragen om wat te lenen. Voor 50 euro kan je best wel nog de week doorkomen met basisdingetjes of vriezen of bla bla bla. Ja. Wat je nu met 50 euro? Ja, bijna niks gewoon. Nu met 50 euro als ik naar de Albert Heijn ga voor de standaard... Ga beginnen te gaan naar anderen. Als ik naar de Albert Heijn ga, dan loop ik eerst de bonussen af. Oh, zo, het spijt me verschrikkelijk. Ik mag geen reclame maken. Maar, dus als ik naar de supermarkt ga, loop ik eerst de acties af. Juist. Nou, eigenlijk, ik zal je nog mooier vertellen. Wat ik doe is, vroeger had ik altijd een hekel aan die huis-aan-huis reclameblaadjes en die pakketjes en dergelijke. Zo, aanbiedingen zijn. Dat is een goudmijn. Daarvan leven we. Ja, nee, maar daarvan leef ik. Echt serieus. Ik leef van de aanbiedingen twee voor de prijs van één. Eigenlijk wat oma deed. 50% korting. Dat is zo. Oma met die krantjes altijd. Daar hebben we het van. En nu moet je het maar toepassen. Maar het is... Ik ben niet van de 5-finger discount. Maar... Ja, maar dat komt omdat ik niet kan rennen als ik nodig is. Dat zal het wel zijn. In ieder geval... ja, jullie willen me niet zien rennen. Dat is, dan ben ik gelijk mijn mannelijkheid verloren. Ga je zo lopen? Nou ja, dan ga ik rennen net zoals sommige voetballers, denk ik. Jeet toch, die hebben... Dus, ja, heb je dat wel eens gezien? Dus dan heb je van die hele grote, stoere voetballers... en dan moeten ze gaan sprinten... en dan krijgen ze ineens van die T-Rex-armpjes. Ja. Dus, oké. Dat mensen niet weten waar ze hun handen moeten laten tijdens het rennen. Ja. Ja, nee, maar je dan moet je zo dansen. In één opzicht lijkt het me natuurlijk dat je handen bewegen net zoals wanneer je loopt. Dus links met je linkerbeen met je rechterhand en je rechterhand met je linkerbeen. Dus ik kan niet begrijpen hoe je dan ineens van, ik heb het handtasje vast. Wat is er veranderd tussen rennen en lopen? Er is er veranderd in, Annie, hou je me tossie. Oh ja, en voor de mensen die op de stream keken, de stream is er wat later opgekomen door een paar technische probleempjes die we gelukkig opgelost hebben. Maar we zijn er weer. Maar we zijn in ieder geval in beeld. Voor al onze kijkers. Oh, ik heb het beeld zo gezet dat ik niet eens kan zien hoeveel kijkers we hebben. Ja. Maar dat maakt niet uit. Nee, maar dat maakt niet uit. We zijn er ook voor onze luisteraars. Want onze luisteraars die moeten ook overleven in deze barre tijden. Onze luisteraars die moeten ook, die lopen ook de benzinestations af te strijden op zoek naar de goedkoopste. Ja. Serieus. Ja. Ik was laatst bij een pintank en er was gewoon geen euro 95 of diesel te verkrijgen. Gewoon helemaal leeg gepompt. Wauw. Dat weet ik vaak. Op zo'n korting donderdag. Ja. Nee. Of die rijen die echt niet normaal. Ja, vooral de rijen. Ja. Inderdaad, je mag geen merken zeggen, maar bij één van de bekendste. Maar zelfs dat is nog steeds goed, want er zijn
landen waar het nu dusdanig erg is dat die mensen aan het staken zijn. Ja. Want in Frankrijk hebben ze heel die benzinesysteem platgelegd. Ain't nobody get no gas. Maar waarom was dat ook alweer? Oh, je mensen verdienen niet genoeg. En dat gaan we dan terugzetten naar ons hier. Precies. Ook bij ons is de minimumloon veel te laag. Daarom NS, oh sorry. Ik ben geen op. Bla bla bla. En ze aan het staken omdat wij niet met 10 euro kunnen leven. Of 14 euro. Ja, maar kijk, weet je wat het is? Kijk, ik kan niet zeggen als je 8% gaat inflatie nu is het al voor mij 10. En dan ga je mensen 2,9 geven. Want ja, maar je moet ook begrijpen, de cultuur hier is niet de cultuur van Frankrijk of van Spanje of van, niet eens van België. Ja, want maar dat zag je ook een paar jaar geleden toen de gele hesjes opstonden. Dus in die landen stonden ze echt met duizenden dik en hier stonden ze met z'n vieren op straat. Ja, want hier dus was de wat geregeld. Wat betreft. Nu niet meer. Als je kijkt naar de tijd van nu, wat nu is er wordt wel niet geregeld? Zijn wij dan zoveel verwend dat de demonstratiebereidheid weggevallen is? Dat denken wij mensen hadden nog te veel. Bij hun is het al weggehaald. En wij hadden nog. Nu is het bij ons weggehaald. En nu gaan we ook lager. Op dit moment hebben we alleen de boeren die de boel op stel te zetten. Maar ik kan me de huizentekort van de jaren 80 herinneren. Ja. En dat mensen zaten te vragen dat ze. Was ik er nog niet? Nee, toen was je nog een stoute gedachte van je vader. Was ik er nog niet eens? Het was way back. Nee, maar toen. Echt, maar toen, maar toen stonden ze ook. Want mensen stonden buiten in de kou. Maar als het zo doorgaat, staan mensen ook weer buiten in de kou. Dan ga je het meemaken en dan ga je weer krakers krijgen. Maar stel je voor, je gaat op vakantie, komt terug, mensen wonen gewoon in je huis. Oh, wow. Ja, stel je voor. Kan je zulke dingen toch gewoon niet inbeelden? Dan hebben we nog rechten. Zeker in een land zoals in Nederland, waar dingen zogenaamd goed geregeld zijn. Om het maar even zogenaamd goed geregeld. Dus deze dame heeft last van de toeslagaffaire. Maar zij zit volgens mij in de eerste of de tweede golf. Je moet begrijpen, er zijn nog veel meer mensen die slachtoffers zijn. Die nog helemaal niet aan de beurt zijn om geholpen te worden. Die nog steeds elke dag, die nog steeds elke week gewoon trouw naar de voedselbank moeten. Welk nummer ik ben? Van nu? Als je zegt, ik ben de eerste, tweede golf. Weet je welke nummer ik ben nou bij de Belastingdienst? Wat ben je eigenlijk, eerste of tweede golf? Ik ben de tweede. Oh, het is de tweede golf? Ja, want ik was de eerste, maar omdat ik twee keer in beroep ben gegaan, hebben ze me de tweede gegeven. Dus ik ben nummer, eigenlijk nog onder de 300. Mijn nummer is nog onder de, ik ben nog niet aan de beurt. Nee, moet je nagaan. Er zijn 350.000 aangemeld. En het is nu al twee jaar. Het is nu al dus 3 jaar sinds dat het in opspraak is gekomen. En 2 jaar sinds dat er daadwerkelijk gezegd wordt dat jullie geholpen werden. Nee, 2 jaar sinds dat ik compensatie heb gekregen. 2 jaar sinds dat de compensatie is afgepakt. 2 jaar sinds dat. Hebben ze je compensatie afgepakt? Ja. Oké, wacht even. Wheel out. Hebben ze jouw compensatie afgepakt? Ja, want mensen denken gewoon, je hebt nou geld, toch? Dus waarom hoor ik dat niet op het nieuws? Dat is het dus. Omdat is, zoals net zei, er is zoveel geregeld. Er is niet zoveel geregeld. Er zijn zoveel regels. Ja, maar de helft weten mensen niet. Niemand weet ervan. Nou, maar oké, dus afgepakt, dus met andere. Wacht even. Dus wacht even. Dus je hebt je compensatie gekregen en wat is er daarna gebeurd? Nou, ik zat nog in bewind. Ja? Wetende dat dit aan. Dat ging gebeuren. Ja? De bewind wist ook dat wij gelden gaan krijgen, maar hun begonnen al te waarschuwen, wij en de bewind begon te waarschuwen, wat mogen wij met dat geld? Er was geen richtlijn ervoor, dus hun hebben gewoon klakkeloos heel veel mensen geld gegeven en bewind heeft dan het recht om daar nog ook over wat om te daar af te pakken en, te zeggen, en dan wow, al je rekeningen mee na te betalen. Na al die jaren. Oké, dus wacht even. Maar wacht even, dus toen ze je die compensatie gaven, stond je belastingschuld dan nog open? Ja, want dat blijft open. Oké, dus met andere woorden, wat ze gedaan hebben. Ze hebben een Michael Blackson gegooid. Heet toch? I'm going to put money from my checkings into my savings. Heet toch? Zo, van de ene zak naar de andere zak. Ja, lekker. Want ze hebben je uiteindelijk geld gegeven om terug weer aan hun te geven. Nee, het is betaald aan alle boetes die. Of de. Volgens de bewind, alle. Ja, maar niet kijken achterstanden die ik had opgelopen. Doordat de eerste bewindvoering met mijn geld ook er vandoor is gegaan, dus ook niks betaald heeft, heb ik een tweede bewindvoering gekregen. En die zei, ja, je hebt nu zoveel schuld extra, dus die kunnen we niet betalen. Dus nu komt er geld binnen. En sorry mevrouw Schermer, maar wij moeten nou dat geld, want de Belastingdienst en of de regering of Rutte heeft niet gezegd dat we dat niet mogen doen. Dus dat gaan we dan gewoon doen. Doei! En zo ging mijn 30.000 naar Maar dit gaat weg. Helemaal nergens over. Dus ik ben nu tot de dag van vandaag nog aan het vechten om mijn compensatie terug te krijgen. En dus, maar dit is dan, dus
Dit is dan dezelfde bewindvoering die jou dan, van wat ik begrepen heb, ook af en toe geen weekgeld had gegeven. Ja. Omdat ze vonden dat jij niet genoeg had. Of niet genoeg had. Ja. Of dat er niet genoeg geld was om jou wel. Maar hun eigen rekening die werd wel altijd betaald. Dat is diezelfde. Oh. Okay. En dat is ook dezelfde bewindvoering die ook de eerste, die dus helemaal niks heeft gedaan aan mijn dossier. En ook gewoon mijn dossier kwijt heb geraakt. Dus dat ik nu niet weet welke schulden eigenlijk echt van mij zijn en welke niet. Maar wacht even voor alle duidelijkheid. Dus even om jouw situatie te schetsen, want je bent alleenstaande moeder. Ja. Van hoeveel kinderen? 3. En toen de tijd waren het kleine kinderen? Ze zijn nu 24, 22 en 21. En, dit speelde... Dus wacht even. Dat, ik in 2009 ben verhuisd van Rotterdam naar Capelle. Een aantal jaren. Dat is al 13 jaar, hè? Dus nu praten we nog over papierwijzigingen. Dus ik verhuis van Rotterdam naar Capelle, in principe. En dan moet jij een wijziging indienen, want nu lekker mooi digitaal en je DigiD allemaal lekker mooi. Het was vroeger een heel raar rood-roze briefje. En elke keer waren ze die kwijt. Oh, snap. Zo begon het bij mij. En het ging dan... Gaat mijn gat, ik zei ook, maar dan ging ik dan naar bewind. Want ik koos daar zelf voor. Ik denk, nou, we gaan naar bewind. Ja. Die bewind is dus fraudeleus gaan doen. Heeft dus van al die klanten die ze hebben, hebben ze het geld gestolen en niks betaald. En mijn dossier dus laten oplopen, wat ik dus ook niet wist. De tweede bewind heeft mij overgenomen met kennelijk meer schuld dan wat ik had moeten hebben. Maar ze kon niet verifiëren, want mijn dossier is kwijt. Zo, dat is de kwestie van... Dus nu gaan ze dus al de schuldeisers vragen. En deze gaan gewoon terugkaatsen. Ja, joh, zij moet dit nog betalen. Ja, zij moet dat nog betalen. A.k.a. dat... Daar geef mij 28.000 euro proef weg. Dan kreeg ik een jodel voor. Sorry voor de woorden. En bon chance. En dat was het. Zo, dat is als het regent, stormt het. It took me so long to get on, but so long that I'm on, it is on. I'm rapping for the scholars and the hustlers. Meanwhile, show mama I ain't dropped off for nothing. I swear these dollars gonna add up. And I ain't shallow, material things suppress bad luck. That's why I shine like I does. It's pain in my eyes, but these saints blind you to look. Binded between carrying the flag for an area that drag whoever tried to gravitate. G told me it's a city full of crabs. I'm feeling like a platter at Phillips when I rap. As much as I wanted to be minuscule, the fact is they'd only be happy with a menstrual actor. Sorry, Mr. Charlie won't tap dance. And fuck the radio for telling me to snap jam. I'm just expecting the spectators' respect here. My net is from jet setters to cab fans. Hip hop's unbalanced, just got out of hand. Ain't have to see some, I'm already scared. I've been called the Earth Parent, the Goddess. Not DC, this whole fucking genre. And I ain't in it for them O's or the commas, but more or less the hope for dope niggas to prosper. Mama told me it'd be days like this, but I ain't never ever think it'd be a day like this, nah. Not now, not ever, and now until forever, you would never need another. Mama tell me it'd be days like this, but I ain't never ever think it'd be a day like this, nah. Not now, not ever, and now until forever, you would never need another, nigga. The future's now, Halido Records dedication for making better music is now. Don't niggas locked out, 4-year rap drought. It's raining now and somehow the fugitive's out. I would invest in a poncho, cause I ain't finna poncho like last Joe. Nah, I'ma go into my own soul. Fuck it, I go into my 40 millionth encore. Hip hop's dead, yeah, that's what Nas said to me. I guess that's hip hop heads on celery. We vegetables on them record labels. Who's next to release? We guillotine them. Niggas bragging, but everybody stagnant. Everybody broke except the nigga on the track. Shit, mama, why you throw away my drums? 140 deal, they made 100 on the song. Nigga, I'm 100 miles far. I'm feeling Chris Childs. You looking like Kobe Bryant, y'all. It's lonely at the top, so I waited. But ain't nobody take it. Now I'm playing solitaire pacing. Crucifix pieces, necklace with Jesus. See me as blasphemous, but I don't need them. God give me strength, Allah give me patience. I am only a man and I don't know what to think. Mama told me it'd be days like this, but I ain't never ever think it'd be a day like this, nah. Mama told me it'd be days like this, but I ain't never ever think it'd be a day like this, nah. This is for my pimps,
This is for my hustlers. Diamond in the back, black driving motherfuckers. If you're getting high, smoke one for me. If you're getting drunk, it better be Hennessy. This is for my chicks looking good and they whip smoking, drove, drinking yak, real sexy when they sip. And what's my name? Uncle James. Family, rest in peace. I grew up in a house with my mother. I didn't have my punk ass father, 'cause he felt it was his time to move on. It seems when I got a bit older, the world got a little bit colder, and I had to learn everything on my own. I think about where I've been and where I am. Oh, when I know I got so far to go, but y'all don't hear me. So when I don't even feel like thinking about it, talking about it, yeah, this is where I go. You can find me sitting in the back of my leg, yeah, yeah. Oh, sometimes I gotta be alone. Een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen. VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl. Taxi Overgauw in Zuidland beschikt over een roll-over wasstraat die grotere voertuigen kan wassen. Onze wasstraat is bestemd voor auto's en bestelbussen. De maximale voertuigmaten waarmee u hier terecht kunt zijn: 2,55 meter breed, 2,90 meter hoog en 7,50 meter lang. U wast dan een voertuig vanaf 6 euro. Ook pinbetaling mogelijk. Taxi Overgauw is uw wasstraat op Voorneputten aan de Langeweg 2B in Zuidland. Check taxiovergauw.nl. www.kooplokaal.biz. Verbouwen, feestje, auto, verduurzamen, snacken, sporten, verhuizen. Wat u ook zoekt, wij hebben het. Lekker dichtbij, op bedrijventerrein Halfweg Molenwatering. www.kooplokaal.biz. Lekker snacken? Dat doe je bij de Frietvilla. Aan de voet van de eerste slag bij het strand van Rokanje. Dag verse frietjes, de allerlekkerste snacks. Overheerlijke burgers en verse specialiteiten uit eigen keuken. Dus ben je in de buurt en wil je lekker snacken? Kom naar de Frietvilla. De gezelligste stadspark van Rokanje. De frietvilla.nl zet de tijd op 7:30. Regio Nieuws
op Link. Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws. Donderdagavond 3 november zal het beroemde Oekraïense jeugdkoor Zvozhnetshek samen met de Randstedelijk Mannenkoor een benefietconcert geven in de Dorpskerk in Spijkenisse. Na afloop van het concert wordt er gecollecteerd voor de wederopbouw van Oekraïne. Het concert op 3 november begint om 19:30. Ga voor meer informatie naar de website randstedelijkmannenkoor.nl. Op zaterdag 5 november organiseert de stichting Vrijheidsbos Brielen de jaarlijkse natuurwerkdag. Iedereen die wil helpen kan van 9:30 tot 13:30 aan de slag met snoeiwerk, schilderwerk, het begaanbaar maken van de blote voetenpaden en nog veel meer. Mail voor meer informatie over de natuurwerkdag naar secretaris.vrijheidsbos@gmail.com. Van 7 tot 11 november gaan meer dan 500.000 basisschoolkinderen samen eten tijdens het Nationaal Schoolontbijt. Heeft jouw klas zich al aangemeld? En wil jij met je klas ontbijten in een stal bij de kalfjes, in een boerenschuur of in een tuinbouwkas? De boeren en tuinders op Voornepunten maken dat graag mogelijk. Mail voor meer informatie naar info@boerenentuinders.nl. Hou je van muzikale ontmoetingen en dichtkunst? Noteer dan zondag 6 november in je agenda, want dan vindt in Nissewaar de tweede editie van de Troubadour Tour plaats. Een kleinschalig festival op aansprekende locaties waarbij de artiesten rondtoeren en jezelf op één plek blijft. De Troubadour Tour duurt van 1 tot 5 en de kosten bedragen €12,50 per persoon. Ga voor meer informatie naar de website cultuurinnissewaard.nl. Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl. Link weer. Het blijft vanavond vrijwel in het hele land droog en ook is er weinig bewolking. Later op de avond ontstaat er op sommige plekken wat nevel, waaruit voornamelijk in het oosten op lokale plekken wat mist kan ontstaan. Dat lijkt echter van korte duur. De minimumtemperaturen voor vanavond liggen uiteen van 7 graden in het noordoosten tot 12 graden in het zuidwesten. Link verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. Link reclame. De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen. Met de auto, fiets of scooter letselschade opgelopen bij een verkeersongeval? Letseladvies.nl geeft u kosteloos advies en claimt uw schadevergoeding bij de tegenpartij. Meer weten? Bel 088 808 7878. Hey, kruidenkoker. Ja, wat nou weer? Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis? Nee, nog niet. Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd. Oh ja, joh. We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl. Nou, dat heb je goed gedaan. Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis. Zeker. Ja toch, niet dan? Echt wel. HR-managers en recruiters. Personeel is wel te vinden. Hoe? Met omwerven.nl. Succesvol werven zonder recruitmentbureau. Omwerven. En nu terug naar de muziek. Dit is Link. You better get you some. Hustling, juggling, robbing, stealing shit. I gotta get this fucking money, homeless, clothes, sexy bros, spend tomorrow, go get you some. With fortune, power, fame, I passion for this shit. You need to go get you some. I don't stop, nigga. We ain't done. Gonna do your fucking roadblock. I'm saying, who told y'all to let a motherfucker back on the block with the bullshit? Y'all done fucked up now. Turn the volume up and bang it out the truck now. You got a problem, son. Imagine how the club sound. Look and see, I'm ready to spark it. Soon as I zoom, I'm a target. Motherfucker better roll out the carpet. See the way I'm coming through and how I kick in the door. Watch how I coffee grind like never before. The way I rap from the door.
So immaculate and passionate when I'm speaking, I'm preaching. All my niggas out in every hood. You trying to compete, you better be incredibly good. Niggas, you want heat? I figured you would. That's why I waste no time to give it to you niggas this time. And give you all a tooling this time. And then I put it down for you all. I can't get enough of it, niggas. I gotta explore plenty. All of my options, I gotta get me plenty more. Mansions, yachts, planes, phantoms, bitch, you better go get you some. I'm hustling, juggling, robbing, stealing shit. I gotta get this fucking money, horse, clothes, sexy bros, spending all, go get you some. I got fortune, power, fame, passion for this shit, you need to go get you some. Don't stop, nigga, we ain't done, gonna do your fucking roadblock. A lot of niggas shit sound dated. I'm like Shaq, a franchise player just got traded to the number one team in the league. See, I ain't on J records, I'm on Dre records. Aftermath, bitch. You need to learn cause you ain't knowing the half, bitch. And while I'm gone, putting dough in the stash, bitch. So new and fresh, I say it again. So what it do? Don't test me, I'm a blaze at the end. I'm coming through, so confess, you niggas know the kid. I'm like a newborn nigga, back securing the win, huh? So new and so current and they hate this. The streets are classifying me another level of greatness. I'm here to fix up the game. I'm giving it a facelift. New and improved. Watch the way I make the game shift. Now watch me swing it out the ballpark. I come to shut it down. Now let the war start while I come to get the money, horse, clothes, sexy bro. I spent too much. Go get you some. Mansions, yachts, planes, phantoms. Bitch, you better go get you some. Hustling, juggling, robbing, stealing shit. I gotta get this fucking money, horse, clothes, sexy bros, spending all, go get you some. Got fortune, power, fame, passion for this shit. You need to go get you some. Don't stop, nigga, we ain't done. Gonna do your fucking roadblock, roadblock. I can't trust no one. Ik heb niggas in the jail and on the run. If my nigga pop the bill, she better run. Ik zit liever in the jail dan on the sun. Ik ben paranoid, that's how I can't trust no one. Ik heb niggas in the jail and on the run. If my nigga pop the bill, she better run. Ik zit liever in the jail dan on the sun. Ik zit liever in jail dan 6 meter onder. No lie, ik weet waar we begonnen. Ik ben nog steeds met dezelfde jongens. Ben met Goes, het is weer eens geluk. Soldaat, ik weet niks van geluk. Paranoid, dus ik kan niet vallen in een setup. Let op, Goes klappen dicht net laptops. En die jongen was vroeger aan, maar nu is ze casual. Zot alleen maar voor bunks op die crackspot. Mijn jongen die zegt dat mijn tijd komt. Hoe tijd komt ook, heb mijn hand op de bijbel. In een week is Ribi Dagu. Ben niet in su, maar ben met die Bri Dagus. Ik het is show geen kanus. Niet eens voor Fatu. Wordt het gestuurd, ga je tapo. Wat de rest man. Ik ben paranoid as hell, I can't trust no one. If I'm the pills, you better run. If it's deeper in the jail than on the sun. Ik ben paranoid as hell, can't trust no one. Ik heb niggas in the jail and on the run. If my nigga pop the pill, she better run. Ik zit liever in the jail dan on the sun. Ik ben paranoid as hell, can't trust no one. Ik heb niggas in the jail and on the run. If my nigga pop the pill, she better run. Ik zit liever in the jail dan on the sun. Ja, nou,
Welkom terug bij Let's Talk. We hadden net eerst Get Your Song van Busta Rhymes. En daarna Paranoid van A3. En als je in dusdanige problemen komt door de Belastingdienst, in dit geval net zoals onze gast, begrijp ik ook dat je wel paranoïde wordt ten opzichte van de overheid. Zachtjes uitgedrukt, denk ik. Ja. Wat dat betreft, ik vind je hebt eigenlijk best wel hele grote. Jij staat heel stevig in jouw schoenen. Mm. Want nou, ik moet het een paar keer niet hoor, maar het is wel iets wat je denkt van. Nee, onrechtvaardigheid. Ja, dan gaat Super Charlie voor mij dan weer aan en dan ga ik gewoon weer beginnen. Ja. Ik kan er gewoon niet tegen. Ja, maar je moet wel stevig in je schoenen staan om te blijven vechten na 13 jaar. Ik wou net zeggen, je laat het dan niet doen, maar voor mij is toch? Ja, ik heb gehoord van zaken van de lange adem, maar zo. Ja, maar als je gelijk hebt, heb je gewoon gelijk en ik kan er gewoon niet tegen. Ja, nee, maar. In plaats van dat elke keer die brieven blijven komen, denk ik van ja, weet je, waarom moet ik die dingen blijven betalen? En kleine beetjes boodschappen doen of lenen bij vrienden of mijn broertjes vervelen. Of verwachten dat de kinderen uitgeschreven worden zodat ik mijn toeslagen kan behouden. Of dat mijn kinderen moeten gaan werken en hun school moeten laten zodat ze mama kunnen helpen met boodschappen. Want anders hebben hun ook geen eten. Of ik heb er nog heel veel van hun hoor. Weet je, ik heb het gered, maar... Zo, maar die lijkt me wel zwaar. Het was dag op dag iets hoor. Het was niet een soort van ik plan even. Het is een dag op dag, misschien nog een maaltijd op maaltijd iets. Nee, maar die lijkt me wel zwaar. Het is gewoon verplicht je pubers op pad sturen. Hun weten dat ze hun opleiding aan de kant moeten zetten. Ja. Dus hun start in het leven, want ze moeten hun opleiding aan de kant zetten om te gaan werken. Ja, want er moet brood op tafel komen. Opleiding, heel veel, alles gewoon bijna nog net niet. Ja, zo goed als alles. Gewoon kind zijn omdat je al heel snel volwassen moet worden. Ja, ze zeggen dat, dat als je op je 14e gaat je bij je eerste baantje begint, dat je dan al volwassen aan het worden bent. Maar op het moment dat je dan merkt dat je geld van je salaris van je werk niet eens voor jezelf kan houden, omdat je gezin het nodig heeft, dan lijkt me ook wel heel erg zwaar. Ik aan moet dus helpen, ja. Ja, maar en nu nog steeds hetzelfde hoor, want nog steeds, mijn oudste bijvoorbeeld, die andere twee heb ik wel zo ver gekregen om weer gewoon goed bezig te zijn met school, maar hij gaat niet verder. Hij is al met zijn 17e gewoon aan het verdienen, hij weet hoe het is om te verdienen, maar nu gaat hij zijn HBO niet doen, terwijl hij heeft een hele grote capaciteit tot om gewoon de universiteit te kunnen halen in principe. En hij is gewoon, zijn niveau heeft hij gewoon naar beneden gehaald en heeft gewoon zijn MAVO-diploma maar gehaald. Maar ja, dat is makkelijk, dan kan ik snel gaan werken en dan kan ik mijn ding doen. Ik ben daardoor gewoon echt super boos gebleven. En daardoor werk ik dus harder om het feit van dat ik nu is die 24. En ik vind dat de Belastingdienst en Rutte en de regering hebben hem heel veel afgepakt. En een beetje te veel dat die... Nu willen ze een kindvergoeding geven en als je dat bedrag hoort is het gewoon belachelijk. Als 18-jarige en of ouder krijgen ze maar 10.000. That's it. Ja, maar er is geen geld aan te pas aangekomen. Waarom? Die 10.000 is niet een HBO-opleiding. Die 10.000 is niet zijn voetbalcarrière opgeven. Ik bedoel, die 10.000... Dat is toch onzin, dit? Waarom moeten ze nog steeds zo lang wachten? Mijn zoon moet nog steeds wachten. Dat is nog ineens... En dan tegen de tijd dat hij het krijgt, moet dat geld alweer opgebouwd zijn naar een ander soort bedrag. Wat je allemaal hebt moeten missen. Dat gaat niet eens de psychologische hulp, denk ik. Nee, maar dat bedoel ik. Ze testen ze niet, want ze weten niet wat ze allemaal doorgemaakt hebben. Dus hebben ze een globaal bedrag, maar nog steeds hebben ze het niet gekregen. Ja, maar dat is waar we het net over hadden, hè? Mensen horen één kant van het verhaal en komen dan met, oh, maar je hebt toch je geld gehad. Ja, maar je hebt conclusie. Geen idee wat je allemaal doorheen hebt gegaan. Nee, ik wilde graag missen. Ik had ook graag een HBO-opleiding voor mijn zoon. Het geestelijke gedeelte, dat ga je niet om kunnen kopen met het geld wat je daarvoor krijgt. Ja, want kijk, je krijgt je geld, je kan zelf niet eens bepalen wat je ermee doet. Nee. Want je geeft het gewoon weer terug. Ja, maar uiteindelijk, dus voor volk het begrepen, ben je nu gegaan van een goed betaalde baan naar de voedselbank. Mijn carrièrebaan. Ik was managementassistent. Ik zat op mijn plek daar. Ik was manager. Ik regelde bijna heel... Gewoon alles, maakt niet uit. Mijn werk, jouw werk, iedere werk. Ik vond alles geweldig. Ik was van 1000%. Ik kan alles aan, persona nu... Waarom zou ik? Zo, wat dat betreft, ik vind het sterk hoor. Want er zijn mensen die voor minder de handdoek in de ring hebben gegooid. Het is niet de handdoek in de ring gooien, de batterij is leeg. Nee, maar de batterij is leeg, dus hoe je het ook bekijkt. Ze zijn op een gegeven moment niet meer verder gegaan. Ja, sommigen hebben het nog erger gedaan, die zijn zelf ook meegekapt. Ja. Maar gelukkig val je daar niet onder. Maar mensen, alsjeblieft, doe dat niet. Doe dat niet. Maakt niet uit hoe duister of hoe donker het gaat worden, hoe moeilijk het is.
ik ben zelf ook iemand, ik heb ook wel eens dagen gehad dat ik op straat geslapen heb. Toen was ik ook heel jong. Mm. Maar toen moest ik voor mezelf zorgen. En het is heel zwaar om voor jezelf te gaan zorgen. En wat dat betreft heb ik harde levenslessen geleerd. En ik zorg echt, ik weet wel dat ik keihard mijn best doe om ervoor te zorgen dat ik daar nooit meer terecht kom. Mm-hmm. En iedereen die in zo'n situatie zit, ik zeg tegen jullie, hou je hoofd omhoog, hou je rug terecht. Want jij bent degene die er voor gaat zorgen dat je er uiteindelijk gaat komen. Want als jij opgeeft in jezelf, gaat niemand in je geloven. Je bent niet alleen en dat is het probleem. Ze willen ons dat laten weten, maar we zijn niet alleen. Dus als jij in deze situatie zo naar voelt, enge gedachten hebt en niemand boeit, iemand boeit, 100%. Ja, want ga praten met iemand en dan ga je erachter komen dat iemand heeft heus wel een maaltijd over. Of er is een buurtdingetje wat ze, zo'n pantry. Iets dat kan helpen. Weet je wel, er is niet uitzichtloosheid. En ik zag het ook niet, maar nu dat het meerdere bevolkingslagen tikt, merk je dat er gewoon meer van die buurt-appjes beginnen te komen van, oh, iedereen, ik heb nog een bakje over. Je ja, kan bij mij nog maar. Dit doen, je ja, kan dat doen. Dus de buurvrouw bij mij ook, die nam ook altijd de kinderen wat lekkers en zo. Maar ze wist al, ik kan niet. Ja, nee, maar dat is een hele goeie. Dat is een hele goeie. Mijn netwerk heeft mij geholpen. Want anders, wat je zegt, er zijn genoeg mensen die in die situatie er maar niet over praten. En juist doordat het meer naar voren komt, gaan ze misschien nu wel beginnen. Ja, het is een netwerk. Maar jij denkt vrienden, maar netwerk is ook je buurvrouw. Ja. Netwerk is kan ook alles zijn. De conciërge waar je elke dag hallo tegen zegt, of die vuilnisman of whatever. Praat tegen iemand, zeg gewoon, hey, ik voel me echt kloot, ik weet niet hoe ik het moet doen, bla bla. Je weet niet, serieus. Maar met zo'n netwerk lijkt het me wel ook heel belangrijk om niet gierig te doen. Dus ik heb deze week... Aan regels houden. Nee, maar bij wijze van, ik heb deze week €10 ingezet en dat heb ik niet teruggekregen. Dus je moet begrijpen, dus als je in zo'n situatie zit, dat iedereen dan van die pot gaat eten. Mm-hmm. Dus iedereen die blijft bijdragen bij die pot. En de ene diegene die wat meer bij kan dragen, die zal ook wat meer bijdragen. En ooit zal de tijd komen dat je dat terug gaat krijgen in zegeningen. Ja. Maar jullie moeten wel begrijpen, jullie moeten jullie handen ineens zetten. Kijk, vandaag heb je €20 over. Want morgen, wanneer je het niet hebt, dan ga je ook weer van het netwerk gebruik kunnen maken. Ja, maar dat is ook voor die kleintjes. Want hun worden gepest als ze altijd met dezelfde kleren en dezelfde schoenen. We weten het. Ze weten dat ze niet lekker thuis zitten, niet breed hebben. En ze weten mama, dus ze gaan niet bij ons klagen om te zeggen, hey mama, weet je, mijn schoen is kapot, bla bla. Maar ze weten het. Maar je hoeft het ook niet erger te maken. Nee. Dat merk je ook wel van veel van die kinderen. Dat je ziet dat het gewoon... Ja, weet je wel, je wilt erbij horen. Maar bijhoren is het kleren. Bijhoren is dat je de Nikes hebt. Maar wat dat betreft zijn er ook heel veel dingen. Kijk, er zijn ook heel veel social media groepen. Ja, en dat is ook een tip die ik jullie ga geven. Dus ga rondkijken in jullie social media groepen, van de regionale groepen. Er zijn weggeefhoeken, er zijn mensen die goede spullen, die mensen nog steeds goed kunnen gebruiken. Dus als je te verzwaard vindt om naar de Leger des Hels te gaan voor hulp. Gaarkeukens gaan weer open. Maar als je je niet verzwaard vindt om naar de Leger des Hels te gaan, sluit jezelf daar ook aan. Ja. Niet wanneer je het... Je moet niet met je dikke bak aankomen rijden. Nee, maar ook de andere kant, als jij het kan geven, waarom start je dan iets voor andere mensen, hè, toch? Maar eventjes, ik krijg zo vaak appels, zet die dingen gewoon ergens neer en dan komen mensen ze gewoon halen. Het kan van alles zijn. Je hoeft niet alleen maar te krijgen, je kan ook geven. Ja, want wij zijn de gemeenschap. Wij zijn de massa. Maar wij zijn de gemeenschap, want iedereen zegt wel de gemeenschap gaat achteruit. Ja. Maar die geeft vervolgens niet niks uit om zijn buurman zijn hoofd boven water te helpen. Kijk, je weet, met hem kan je het doen. Met hem moet je het doen op dit moment. Het is je buurman. Als ik hoop voor iedereen dat ze met hun buurman door één deur kunnen. Maar als mijn buurman het moeilijk heeft, dan vind ik dat mijn buurman gewoon bij mij moet kunnen aankloppen. Van kijk, weet je, dat is, ik heb het ook heel erg moeilijk. Mijn familie en dit en dat, ze heeft het niet. Een kopje suiker, een zakje rijst, een boterham, een warme maaltijd. Al dat soort dingen, dat is allemaal geen probleem. Dat deden we altijd toch al. Wat is er dan gebeurd dat wij onszelf daarvoor schamen om een kopje suiker te maken? De moderne tijd waar we in leven. Ja, nee, de ik. Zonde, toch? De ik-mentaliteit. Zonde, want we hadden altijd een deel mentaliteit gehad. Ja, want we hebben vanaf kleins hebben we meegekregen, waar de eten is voor twee is er eten is voor drie. Voor, mm-hmm. Waar eten is voor drie is er eten voor vier. Dus ik vind, dus niemand die hoeft te lijden van de honger. Ja, precies. En dus, maar wonen, dat is weer een heel ander probleem. Ja, maar
Zoals ze zeggen, hoe kom je door die brokenheid heen? Nou, die netwerk. Ja, ook. Echt want ik ook open houden. Want ik weet dat ik voelde me echt alleen daarin. Omdat iedereen om me heen lekker nieuwe auto's, lekker uitging. En ik ga niet aan de bel trekken. Maar nu merk je gewoon, er zijn veel meer. De voedselbank gaat ook niet redden. Nee, maar het zit ook voornamelijk in de jongvolwassenen ook. Kijk, qua moeilijke tijden. Want één, ze kunnen niet met geld omgaan. Ja, er zijn er maar heel weinig die met geld om kunnen gaan. Ja, ze kunnen omgaan met hun zakgeld, maar echt met geld omgaan, nadenken. Ik moet. Ik heb mijn eigen zoon. Ik heb een zoon van 17. Ik heb mijn zoon de opdracht gegeven, want hij werkt als bezorger. Voor zijn eigen centen, voor zijn eigen zakgeld. Ja, maar ik heb hem de opdracht meegegeven. Zorg dat je aan het einde van de maand. Dus naast je spaargeld zet je aan het begin van de maand weg. Zorg dat je aan het eind van de maand zoveel geld over hebt. Ja. En nu ziet hij hoe moeilijk het is, want het lukt hem tot nu toe elke keer niet. Want dan heeft hij al in zijn hoofd van ik ga nu dit kopen, ik ga nu dat kopen. En dan ga ik dat bewaren en dan ga ik dat bewaren. Maar nu gaat hij er tegen komen, komt hij tegen dat ja, maar ik heb geen buffer bewaard. Want nu kom ik dit tegen en nu kom ik dat tegen. En aan het einde van de maand heb ik mijn doel niet bereikt. Dus we moeten onze kinderen leren om met geld om te gaan. En ja, ook dit soort opdrachten meegeven. Mee heel veel ouders hebben ook niet geleerd. En ik vind dat we dat moeten gaan leren op school. Want ik krijg alleen maar onzin over, weet ik, van geschiedenis. Zo, ja, fijn. Hoe werkt die belastingdienst dan? Klopt. Hoe werkt mijn ziektewet? Waarom gaat mijn geld zomaar daar weg en dan krijg ik maar een x-bedrag? Waarom leren wij die kinderen dat niet? Weet je hoeveel kinderen ik ken die lopen te banken surfen? Weet je wat dat is? Nee. Dus die weten van tevoren niet waar ze gaan slapen vanavond. Dus die crashen uiteindelijk bij iemand anders op de bank. Ja, omdat de ouders eruit gooien omdat je 18 bent, mag je lekker voor jezelf zorgen, toch? Ja, maar zonder te laten leren hoe ze voor zichzelf moeten zorgen. Want ten eerste is het al moeilijk om een woning of een studentenwoning te krijgen. Ja. En daarna is het nog moeilijk om dat ding te houden. Ja. Laat staan te betalen, inderdaad. Ja, dus te betalen en te houden. Dus laat staan nog in te richten en alles wat erbij hoort. Want iedereen, dit is een mooie moderne tijd. En iedereen moet dit merk dragen en dat merk dragen. Ja, maar wat dacht je ook van je studiefinanciering? Ga je het niet mee redden? Alles is tegenwoordig ook een lening geworden. Ja, precies. Hoe dan? Dus ja, hoe dan? Ja, nou, ik denk dat het voor ons tijd wordt dat we al onze daden gaan checken. Op de kader mijn zon is vergeef, kwam er doorheen, moest eens mijn daden checken. Velen die konden niet mee, ze bleven hangen in verleden, we jagen verder. We leefden in donder en rain, zonder probleem, velen die vragen stellen. Jij weet ik moet in die platen getten, zelfs als ze moeten mijn naam beseffen. Op de kader mijn zon is vergeef, kwam er doorheen, moest eens mijn daden checken. Velen die konden niet mee, ze bleven hangen in verleden, we jagen verder. We leefden in donder en rain, zonder probleem, velen die vragen stellen. Jij weet ik moet in die platen getten, zelfs als ze moeten mijn naam beseffen. Ze vragen wanneer ik ga landen, doe het anders dan de meeste. Niggas. Ik kan tellen op mijn handen, hoeveel van ze het nu meen. Dat zijn ook dingen die ze niet eens weten willen. Zo'n al die dagen in de rain te rillen. Met mensen die mijn tijd alleen verspillen. Heb honger alleen nummer 1 kastillen. Fokken met mij niet verstandig, nigga. Verder kijken met de farm, nigga. Ze zeiden dat ik dit niet kan. I guess you was wrong. Ik vlam als een palm, nigga. Bitches doen niet bij de hand, nigga. Ze denken ze beslissen van hand. Ze willen niet werken, maar wel op vakantie. Niks op de tafel, ze brengt geen verstand op pillen. Ik ben niet in de mood. Ik ben al dagen te druk om te praten, ik ben aan het doen. Stop met de vragen naar wat we gaan doen, we zoeken naar loot. Kan niet voor lust vallen, ik moet rust pakken in de boot. Dus ik ben in de boot. Op het kader mijn zon is vergeef, kwam er doorheen, moest eens mijn daden checken. Velen die konden niet mee, ze bleven hangen in het verleden, we jagen verder. We leefden in donder en rain, zonder probleem, velen die vragen stellen. Jij weet ik moet u die platen getten, zelfs als ze moeten mijn naam beseffen. Op het kader mijn zon is vergeef, kwam er doorheen, moest eens mijn daden checken. Velen die konden niet mee, ze bleven hangen in het verleden, we jagen verder. We leefden in donder en rain, zonder probleem, velen die vragen stellen. Jij weet ik moet u die platen getten, zelfs als ze moeten mijn naam beseffen.
your body on me, baby, it's a motion. You really think like you're wetter than the ocean. Baby, I agree me with emotions. For real, baby. Zeg maar, waar wil je naartoe? Mami is the baddest in the room. Zeg maar, waar wil je naartoe? Yeah, 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 yeah. Oeh, breng je het ook in de winter, breng je overzien. Yeah, yeah, baby, die bikini op je hart, ik wil die zomaar zien. Je weet dat ik doe alles voor je, baby. We vijpen nu, we kiezen niet voor maybe, yeah, ik wil jou al lang, Je weet dat ik doe alles voor je, baby. We vijpen nu, we kiezen niet voor maybe, yeah, ik wil jou al lang, Link reclame. www.kooplokaal.biz. Verbouwen, feestje, auto, verduurzamen, snacken, sporten, verhuizen. Wat u ook zoekt, wij hebben het. Lekker dichtbij, op bedrijventerrein Halfweg Molenwatering. www.kooplokaal.biz. De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl. Relaties, klanten of collega's bedanken? Zeg het met chocoladebedankjes van Choco Paradijs. Verstuurd als brievenbuspost naar elk adres. Chocoladebedankjes van Choco Paradijs. Gegarandeerd succes. Chocoparadijs.nl. Benny's 50's Store heeft alles voor de mancave. Jukeboxen, vintage decoraties en cadeaus, maar ook kleding en alles in de retro-stijl. Online en in de winkel in Scheveningen. 50's Fun for Everyone. 7 dagen in de week geopend. Kijk op jukebox.nl. Jukebox.nl. Zet de klok op 8 uur. De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. De vrouw die begin oktober in een kinderdagverblijf in Mississippi de kinderen de stuipen op het lijf joeg met een Halloweenmasker, wordt door de ouders vervolgd. De kinderverzorgster liep met een masker de peuters achterna tot op enkele centimeters van hen, waardoor de kinderen het uitschreeuwden van angst. Ze werd meteen ontslagen door de leiding en wordt nu, samen met 3 andere medewerkers, aangeklaagd wegens kindermishandeling. Een 5e vrouw wordt ook vervolgd omdat ze het incident niet had gemeld. Vandaag is de site van de NS Publieksprijs enige tijd uit de lucht gehaald omdat er mogelijk illegaal gestemd is met de gegevens van Kamerleden. Mensen konden een tijd lang niet stemmen op hun favoriete boek nadat er een aantal Kamerleden melding maakten dat er met hun mailadres is gestemd op een boek van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. De stemmodule, zoals NS Publieksprijs het noemt, ging vanmiddag weer open en de stemmen die nu worden uitgebracht worden als rechtmatig beschouwd. En de FIA-voorzitter Infantino vindt het onacceptabel dat de televisiezenders zo weinig hebben geboden op de uitzendrechten van het WK voetbal voor vrouwen. Zo'n 100 keer minder dan bij het WK voor mannen. Hij vindt dat veel te laag, aangezien er voor het eerst 32 teams meedoen en dat er wereldwijd grote belangstelling voor zal zijn. Ondanks de verschillen rond de uitzendrechten zit er ook nog steeds een groot verschil in het prijzengeld tussen de mannen en de vrouwen. Ruim 86%. En dan nog het weer. Het blijft vanavond vrijwel in het hele land droog en ook is er weinig bewolking. Later op de avond ontstaat er op sommige plekken wat nevel, waaruit voornamelijk in het oosten op lokale plekken wat mist kan ontstaan. Dat lijkt echter van korte duur. De minimumtemperaturen voor vanavond liggen uiteen van 7 graden in het noordoosten tot 12 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws. Link verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.
Er zijn geen bijzonderheden. Link reclame. Hout- en pelletkachels, gas- en elektrische haarden, open haarden en schouwen in onwaarschijnlijk veel modellen en afmetingen. De Griffioen in Rotterdam heeft een schitterende showroom vol met sfeervolle warmtebronnen voor in huis. En ook voor renovatie en schoorsteenonderhoud gaan ze bij de Griffioen graag het dak voor u op. Kom alvast in de stemming op griffioenrotterdam.nl of kom ideeën opdoen aan de Antonetta Kuilstraat 36 in Rotterdam. Oliebollenkraam Ruart van Putten bakt ze weer heerlijk bruin. De lekkerste vers gebakken oliebollen. Al vele jaren als beste getest door onze trouwe klanten. Proef het zelf en kom langs onder het metrostation aan de Ruart van Puttenweg in Spijkenisse. We zijn tot eind januari elke dag geopend. Oliebollenkraam Ruart van Putten. Lekker man, ja toch? Onze oliebollen zijn trouwens volledig vegan. Een nieuwe keuken of badkamer begint bij Grando Hoogvliet. Met het opdoen van ideeën in onze grote showroom van 1800 vierkante meter. Daarna maken wij een 3D-ontwerp met de elementen van uw keuze. En tot slot kunnen we de complete installatie voor u doen. Oude keuken verwijderen, leidingen verleggen en zelfs het stukwerk. Kom gerust vrijblijvend bij ons kijken. Grando Keukens en Bad. Aan de Nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet. Of kijk op grando.nl. De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog. Jij kent ons en wij kennen jou en je auto. We zijn de airco-specialist in de regio. Dus ook het adres voor de airco-vakantiecheck. En in onze showroom tref je een mooie collectie betrouwbare occasions en schitterende motoren. Garagebedrijf Van Hoog.nl. Bezoek onze showroom aan de Aldebaranstraat 1A in Spijkenisse. De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Broer, het is goed, maar wat pak je los? Flits, 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 zit in die, ja. Niks te maken, al die licht uit, uit je zinnen. We gaan vies doen, schat, doe je flits uit. Niks te maken, al die licht uit. Hij ging er nek en ik ben op uit. Nek en ik ben op vies doen, schat, doe je flits uit. Niks te maken, al die licht uit. Hij ging er nek en ik ben op uit. Hij ging er nek en ik ben op. Kom op mijn feestje, kom op mijn feestje. Split in die midden, kom op mijn feestje. We gaan vervelend doen, man. Geen make-up, ga niet lelijk doen, man. Ik drie bang things in mijn eentje doen, man. Phone zo loud en een hete koen. Bono gusta mi style, va mi no tincune. Vai busca trabajo, estoy busca mue. Bono gusta mi style, va mi no tincune. Vai busca trabajo, estoy busca mue. We gaan vies doen, schat, doe je flits uit. Niks te maken, al die licht uit. Hij ging er nek en ik ben op uit. Hij ging er nek en ik ben op. Vies doen, schat, doe je flits uit. Niks te maken, al die licht uit. Hij ging er nek en ik ben op uit. Hij ging er nek en ik ben op. Vies, porqueria, pague luz. Boquecinha, ô picadela, aqui da quima. Tanto pique com tanto galinha. E na mi cup, bam pra mi bai. Ai ai ai. Quem ser nega seque, sigue bai. Bam pra mi bai. Aqui ode. Ligo mais. Digo estou um garol, pampele o EC, tá bocó anto. A vela gami cunê. Digo estou um garol, pampele o EC, tá bocó anto. A vela gami cunê. O Rafis, doen, schat, doe je flits uit. Niks te maken, al die licht uit. Hij ging er nek en ik ben op uit. Hij ging er nek en ik ben op. Doen, schat, doe je flits uit. Niks te maken, al die licht uit. Hij ging er nek en ik ben op uit. Hij ging er nek en ik ben op. Oh, lekker wat dit. Oké, lekker wat dit. Hey, hou op, shit. Goeie man, ey. Ik heb je gewaarschuwd, broer. Doe die ding uit, alsjeblieft. Allee, jij lult. Ja, doe die ding uit. Check de baseline out. Uh-huh. Bounce. Let it bump. It's the hard knock life for us. It's the hard knock life for us. Static treat us. We get tricked. Static says we get kicked. It's the hard knock. From standing on the corners popping to driving some of the hottest cars New Yorkers ever seen. For dropping some of the hottest verses rappers ever heard. From the dope spot with the smoke block, clinging the murder scene. You know me well from nightmares of a lonely cell. My only hell was since when y'all niggas know me to fail. Nah, we all my niggas with the rubber grips or shots. And if you with me, mama, rubber your and whatnot. I'm from the school of the hard knocks. We must not let outsiders violate our blocks.
And my plot is stick up the world and split it 50-50. Uh-huh. Let's take the dough and stay real jiggy. Uh-huh. Let's sip the Chris and get pissy pissy. Flow infinitely like the memory of my Biggie. Baby, you know it's hell when I come through. The Life and Times of Sean Carter, Volume 2. Locked down in a 10x4, controlling the house. We live in hard knocks. We don't take over, we ball blocks. Burn them down and you can have it back, daddy. I'd rather that. I float for chicks wishing they ain't have to strip to pay tuition. I see your vision, mama. I put my money on the long shots. All my ballers that's born the clock. No mama be on top, whether I perform or not. I went from lukewarm to hot. Sleeping on futons and cots, the king size. Green machines, the green fives, the scene pies. Let the thing between my eyes analyze life's ills. Then I put it down tight grill. I'm tight grill with the phony rappers. Y'all might feel we homies. I'm like still, y'all don't know me. I'm tight grill. When my situation ain't improving, I'm trying to murder everything moving. Feel me? Yes, en we zijn weer terug. Ja, dit is een hard knock life. En vooral voor de mensen die het nu krap hebben. It really is a hard knock life. Ja, maar laten we heel eerlijk zijn. Wie heeft het op dit moment soort van niet krap? Als het niet met de ene iets is, dan is het met de ander. Je kan me niet vertellen dat desondanks alles, weet ik veel, of je nou rijk of arm bent. Ja. Je, dat je nog steeds hetzelfde leeft op dezelfde manier hoe je voorheen leeft. Ik denk dat het een tijd is voor zelfreflectie. Ik denk dat het de tijd is dat heel veel mensen zichzelf moeten leren kennen. En dat ze heel hard moeten werken aan hun sociale vaardigheden. Leren stofzuigen zou ook fijn zijn. Kortom, begin gewoon bij de basics en werk jezelf langzamerhand stapgewijs naar boven. Sorry hoor. En als er iemand is. Eén keer naar boven toe. Mensen moeten ook eerst kruipen voordat ze kunnen lopen. Ik bedoel, zet het tit voor tet handel op. Het tit voor tet netwerk. Ik heb vandaag heb ik eten nodig. Kan ik een klusje bij jou komen doen? dat betekent helemaal anders. Nee, niet in die zin. Wow. Waarom gaat iedereen altijd blind vanuit dat ik... Wow. Nou, ik weet niet zijn ziekerheid als... hoe we dat moeten vatten, op welke kant ziek. Ik heb wat te eten voor je en jij doet een klusje voor me. Dus dat hoort. Zo gaat het ook niet. Ziekerheid als die guy. Ziekerheid als die guy. Ik hoop dat je verstandpot hebt. Hey, wow. Hey, Dali, schatje. Dat kan ook nooit normaal, hè? Anyway, we're going back to... Ik heb wel iets dat je voor me kan opzuigen. Oh mijn god. In ieder geval. Mijn innerlijke Kenneth Kniff komt naar buiten. Nee, maar dat was van vorige week toen we het over versieren hadden. Weet je al die vieze mannetjes met die te veel adem in hun stem hebben. Je weet toch, en dan denken dat ze zwoel klinken. Maar we hebben het nu over harde tijden, moeilijke tijden. Alhoewel, als je met zo'n guy moet praten, zijn het ook harde en moeilijke tijden. cringe. Maar kijk, weet je wat mij opvalt? Dus ik heb ook zelf regelmatig ook een aantal couchsurfers gehad en dergelijke. Maar dus juist voor dat soort mensen zeg ik tegen ze, werk aan je sociale vaardigheden. Kijk, in het Antiaans hebben ze... Mijn moeder heeft me een Antiaanse spreekwoord geleerd. Die zei... Sibok heb je bij een koudje paren, maar die wanta kaki paren. En dat is vertaald in het Nederlands. Dus als je in een duiventil wil wonen... moet je met duivenstront kunnen leven. Ja, moet je ervan houden. Ja, je hoeft er niet van te houden. Maar je gaat wel moeten accepteren dat het erbij hoort. Want iedereen heeft zijn eigen tics en dergelijke. Iedereen heeft zijn eigen maniertjes om dingen te doen. Zijn eigen maniertjes om met mensen om te gaan. En ja, je moet wel zorgen dat jouw karakter een beetje matcht met de persoon bij wie je gaat blijven. Water bij de wijn. Want jullie moeten allebei water bij de wijn doen. Jullie moeten allebei de gulden middenweg kiezen.
Both have to be the bigger one. Ook je buurman waar je een boterham mee deelt en morgen zijn boterham aan de andere buurman geeft in plaats van jou. Maar je moet begrijpen, die andere buurman die moet ook eten. Ja, maar ja, wat ik daarnet ook al aangegeven, van leer je kinderen gewoon om te gaan met geld. Je gaat niet je kind een presentje geven en ze is 12 jaar en het is een 700 euro t-shirt. Ik vind dat zoiets, dat is onlogisch. Je leert dat kind niet hoe het echte leven is. Ja, maar dan begint het al. Snap je wat wanneer ik bedoel? Kinderen bij wijze van spreken nog niet eens 1 jaar zijn. Ja. Gewoon, dan moet je echt weer gaan naar de basics. Het hoeft niet. Kinderen weten niet eens bij wijze van spreken, zeg maar wat, hè. Ja, het is echt zo. Wat überhaupt het inhoudt, of het een merk is of niet. En ze zullen er op dezelfde manier mee omgaan als een paar jaar later daarna, want ze blijven kinderen. Ja, ja nee, maar wat dat betreft ben ik best wel benieuwd wat mensen gaan opofferen. Ja, ik denk dat gaan mensen met een... Ik hoop het echt, die blessejuist moet echt weg. Nou, sorry man. Ja, klaar nou met die dingen. Die ja, kijk, mijn mening, ze zijn gemaakt om bepaalde uitwerpselen te stampen. Die tas op vuilniszakken, dat is 1800 euro. Dat is een tas dat lijkt op een vuilniszak. Dat is een experiment. Mensen moeten ophouden met hun geld geven daaraan. Spaar je geld, help je mensen. Wees gewoon unified, omarm je wijk. Help die kinderen, hou op met dit. Ja, nee, maar kijk, ik bedoel, koop een vloerbedekking. Please, in plaats van je muur. In plaats van een handbag die lijkt op een big shopper. Heb je die gezien? Die handbag die lijkt op een big shopper van een grote meubelfabrikant. Die blauwe, erg hè. Zeg je heel eerlijk, ik ben niet zo van de merken. Als ik iets leuk vind, vind ik het leuk. Oh, de winterjas? Nee. Het dure iets is, maar als je het hebt over dat soort grote merkketens... Ik vind hem wel grappig. Dus ze hebben een jas... Als je het leuk vindt, maar denk dan ook later, aan de dag daarna... of in wat voor situatie je kan komen te staan, wanneer je niet had kunnen kopen. Ja, maar los van dat, ik heb zoiets van... pak die jas van die guy die je kliko kan leeghalen. Die ziet er precies hetzelfde uit als diegene van 1000 flappen. Maar ja... Tegenwoordig, mensen worden ook natuurlijk beïnvloed door social media, influencers. Ja. Maar ja, maar ik kom van zeker de jongeren. Ik kom van de generatie, doe gewoon en doe je al gek genoeg. Ja, ja, precies. Maar ja, kijk, dat zijn wij. Ja. Maar ik ben ook die tijd niet vergeten dat ik dan een maand, de 2-3 maanden lang met mijn grote teen uit mijn schoen liep. Maar daarentegen, nu ik het geld heb, heb je wel je muur geverfd. Heb je wel een bed gekocht. Heb je wel eten in huis. En ga je niet 500 euro uitgeven aan een t-shirt? Of Ik heb 100 euro extra uitgegeven om minimaal 1 extra paar schoenen uit te nemen. Want als die ene kapot is, heb ik tenminste nog wat anders. Nou, 100 euro is niet... Bij wijze van spreken. En dat is niet je huis niet ingericht te hebben voor zoveel jaar, maar wel 17 paar dure schoenen hebben staan. Je loopt met die tas, maar je kan hem niet... Ja, oké. Okay. Ja, nee, maar dat zeg ik wel. Een vloerbedekking halen in plaats van die schoenen met die rode zolen. Dan beter loop gewoon met niks. Wat jij nou zegt, dat is ook zo. Ik heb liever vloerbedekking dan die rode zolen. Ik heb liever een afzegkap dan dat ik nu een of andere rare tas heb waar geen geld in zit. Ik heb liever een 10 euro... goedkope telefoon, die ik wel kan betalen en dan elke dag gewoon een boodschap in huis heb. Niet een hele dure telefoon van bijna 2300. Wat de hel is dat? Maar daarom zeg ik, kijk, je kan me niet vertellen dat rijk of arm. Ja. Dat ze nog steeds op de same way door blijven gaan. Nee. Dat zou niet realistisch kunnen zijn in de tijd waar we nu in leven. Nee. Want ik weet 100% dat hun ook broke zijn. Ook al hebben ze vol oudje aan. Want waarom sta je dan bij de bushalte dan? Waarom zie je weer heel volle oudje, maar je staat bij de bushalte. Waar is je auto? Ik vind de prioriteiten zijn te ver aan het gaat te ver. Ja, maar mensen slaan erin door. Je bent niet in orde als je geen huis hebt, maar je hebt alle oudjes. Je hebt geen huis. Je slaapt waar? Ja, wat dat betreft, dan geef ik je wel gelijk. Sorry hoor. Want wat dat betreft, mensen die dan... Kijk, als je dan geen woning hebt en je hebt wel een baan of een inkomen... Probeer zoveel mogelijk aan de kant te zetten. Probeer je best te doen. Toch om het beste ervan te maken. Want ook al is de woning niet groot die je uiteindelijk zou kunnen kopen. Toch? Ja. Maar als je geld opspaart en je kan ongeveer 10%, 20% van de waarde kan je neerleggen. Ja. Je hebt een inschrijfadres. Dan kan je hopelijk een regelmatig steady inkomen. Dan kan je hopelijk een hypotheek krijgen. Mm. Want, maar luister deze dan, die couchservice. Blijven wachten op een sociale huurwoning. Die couchservice van jou dan? Of om 8 uur proberen te klikken van die dingen.
Van, ja, op de site van Woonnet. Dan moet je om 8 uur moet je precies proberen te... Ja, precies. Want de nieuwe aanbod die komt op een bepaalde tijdstip online. Ja, joh, ik kijk daar niet eens op, want ik word gewoon doorgewezen naar Funda. Heel veel mensen gewoon achter me. Oh ja, jij verdient te veel misschien. Zogenaamd. Nee, ik blijf het erbij. De mentaliteit klopt gewoon niet. Want ik wil vragen aan Jerry. Die couchsurfers. Weet je wel, ze hebben geen huis, maar ze hebben toch volle oudje. Ja, dat ook. Maar waar zijn die prioriteiten? Dat nee, maar kijk, vertellen. Je kan wel naar mij kijken met mijn hele. Dus niet alleen dat. Kijk, weet je wat het is? Kijk, ik heb ook wel eens gehad dat mensen langer dan één nacht bij mij bleven. En dan op een gegeven moment dan komen ze je een soort van attitude geven. Alsof jij ze moet bedienen. En ze ruimen hun eigen rommel niet op. Ja. En dergelijke. En dan denk ik ook bij mezelf: oké, kijk, weet je wat het is? Ik geef je de gunst al dat je bij mij kan blijven. En dat wil je ook geen hotel. Ja, ik deel mijn dak. Mijn warmte, mijn eten met jou. En niet alles, ja. Oké, maar het enige, het minste dat jij kan doen is in ieder geval achter jezelf aan opruimen. En het is nooit goed. Mensen willen alleen maar meer en meer. Geef ze een vinger en ze nemen je hele lijf. Precies, dus het daarom, is nooit goed. Daarom vind ik dus op een gegeven moment kan je beter gewoon zeggen of niet, leer. Of wel. Er is geen tussenweg. Ja, nee, maar dat is... Gaat dat ook niet kunnen leren gewoon. Nee. Ben ik dan te goed van hart? Ja, sowieso. Ja, want iemand anders heeft me geleerd van... Kijk, je moet mensen laten in de situatie waar ze in zitten. Nee, je loopt achter. Want omdat God ze daar een les mee wil leren. Maar ik weet ook... Maar aan de andere kant, ik heb ook geleerd dat als je hulp nodig hebt, dat God vanzelf wel iemand stuurt om je te helpen. Snap je? Oké, maar als ik dan die persoon ben om je te helpen. Snap je? Waarom spuug je mijn gezicht? Dat zeg ik, voed mensen op tegenwoordig. Want ja, maar kan mensen gewoon niet opvoeden. Mensen hebben meer geld dan dat ze het weten. Ja. We denken dat we allemaal eigenlijk arm zijn. Maar nu heb ik alles gebudgeteerd. Nu weet ik, ik heb het niet. Ja, ik had 30 euro in de week en ik kom nog steeds elke week uit met 3 kinderen. Snap je? Ja. Mensen weten niet hoeveel geld ze hebben. Want je bent de hele tijd bij wijze van koffie hier aan het kopen, daar uit. Ja, hier zo makkelijk met die dingen. Dus het begint al met de dure Franse en Italiaanse merken links te laten geven. Als je salaris wordt betaald, ga je eerst die dingen halen. Waarom betaal je huur niet? Nou, misschien moeten ze stappen uit de Empire State of Mind. Denk het. As a place of movie scenes, noise is always loud. There are sirens all around, and the streets are mean. If I can make it here, I can make it anywhere. That's what they say. Goedenavond, dames en heren. Ik onderbreek dit nummer even om een Amber Alert met jullie te delen. Het gaat om een jonge Brock. Zijn roepnaam is Jaden. Hij is 11 jaar en voor het laatst gezien aan de Fluitenbergstraat in Den Haag. Op de 21ste van deze maand.
om 3 uur. Hij is blank, slank postuur, donkerblond haar, een zwarte jas met een bontkraag, had zwart-witte Nike's aan en hij reed weg op een grijze damesfiets. Als jullie wat gehoord hebben of tips hebben daarover, graag op 0800 60 70. We gaan verder met het nummer. I like to reintroduce myself. If you don't know by now, it's OB Trice, man. I came from nothing solo, straight out of the dumpster hobo. Made him a monster, I was cultivatedly slinging the cocoa. Hated the popo locally, known as Abominable Snow-O. Later the big foe raided the home where I made the dough grow. So on and so forth, the story of us urban Negroes. Created as equals, we wouldn't have to be so eager to mistreat you. We's a people, heated in the evenings, doing these evils. Gotta eat to be cool, got a kid to feed, did it reach you? Or did it see through? Or do I just speak through the EQ, just to say I got a hot sequel? When niggas on the block, got a E, got a cop, when they cop by the cops. Young Tupac's, laid in a box, so they age in the cell block. Fade away, brick walls, steel gates. Can't wait for the day to be free. That's why I'm seen it, I done ate it, I done shit it, slept it, lived it. Now I spit it. Shady. Working that house off of no doughs, got an ounce to roll on. Trying to get rid of the pounds, I gotta whip the bounce, I gotta put that chrome on. Same old song, young, nigga that's trying to get some where I come from. Funds, need them in abundance, whole bunch, only way a city boy function. In conjunction with selling this substance. Chips stay up, fuck it, clucks keep coming, take another pie out the oven. I'ma be hugging these corners, to these corners, corner me. Currently, I'm calculating this currency. Urgency, gotta earn a G, up earnestly. Up early when a bird to sing, it's an emergency. Never did occur to me that the first and the third to be such a thirst for me. Life almost took a turn for the worse for me. Took the sea, I finally had a purpose. On Earth's surface, the seed that was birthed to me. Gotta do a little soul searching and myself personally. And to think RM had to hear this one verse from me to confirm and unblur my dreams. Past beliefs is burst on the scene, I'ma be here certainly, with no uncertainties. Yes indeed, I'ma get this cheese. And that's why he's, that's why I'm, that's what made me. That's why I'm, young black man in America. Get up and get yours, nigga. I know you struggling, man. I've been there. I see you. Get up and get yours, nigga. Ain't no looking back now. Link reclame. Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen. VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX, meer weten? Kijk op vdlx.nl. HR-managers en recruiters. Personeel is wel te vinden. Hoe? Met omwerven.nl. Succesvol werven zonder recruitmentbureau. Omwerven. Wil je scoren? Bouwman Sport en Relatex in Nieuw-Beierland is uniek in sportprijzen, medailles en bekers. We bedrukken sport, bedrijfs- en promotiekleding, relatiegeschenken en one-and-haves met naam, logo of foto en leveren aan bedrijven en organisaties in heel Nederland. Gaat er bij u trouwens ook al een kerstbelletje rinkelen? Laat uw werknemers dit jaar zien dat u ze echt waardeert. Met een persoonlijk kerstpakket op maat. Ook van Bouwman. Check de website sportprijs.nl. Op zoek naar die ene LP, dat unieke singeltje of de gekke merchandise.
Spike Records in Spijkenisse. In een verkoop van LP's, CD's, DVD's, singles en merchandise. Maar ook volop keuze in vintage, retro en brokante accessoires. Spike Records, Eikenlaan 102A in Spijkenisse. Geopend van dinsdag tot en met vrijdag. Echt alles weten, ook onze beursagenda. Kijk op spijkrecords.nl. Lekker snacken? Dat doe je bij de Friet Villa. Aan de voet van de eerste slag bij het strand van Rokanje. Dag verse frietjes, de allerlekkerste snacks, overheerlijke burgers en verse specialiteiten uit eigen keuken. Dus ben je in de buurt en wil je lekker snacken? Kom naar de Friet Villa, de gezelligste snackbar van Rokanje. De frietvilla.nl zet de tijd op 8:30. Regio Nieuws op Link. Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws. Op zaterdag 5 november organiseert de stichting Vrijheidsbos Brielen de jaarlijkse natuurwerkdag. Iedereen die wil helpen kan van 9:30 tot 13:30 aan de slag met snoeiwerk, schilderwerk, het begaanbaar maken van de blote voetenpaden en nog veel meer. Mail voor meer informatie over de natuurwerkdag naar secretaris.vrijheidsbos@gmail.com. Donderdagavond 3 november zal het beroemde Oekraïense jeugdkoor Zvozhnetshek samen met de Randstedelijk Mannenkoor een benefietconcert geven in de Dorpskerk in Spijkenisse. Na afloop van het concert wordt er gecollecteerd voor de wederopbouw van Oekraïne. Het concert op 3 november begint om 19:30. Ga voor meer informatie naar de website randstedelijkmannenkoor.nl. Hou je van muzikale ontmoetingen en dichtkunst? Noteer dan zondag 6 november in je agenda, want dan vindt in Nissewaard de tweede editie van de Troubadour Tour plaats. Een kleinschalig festival op aansprekende locaties waarbij de artiesten rondtoeren en jezelf op één plek blijft. De Troubadour Tour duurt van 1 tot 5 en de kosten bedragen €12,50 per persoon. Ga voor meer informatie naar de website cultuurinnissewaard.nl. Van 7 tot 11 november gaan meer dan 500.000 basisschoolkinderen samen eten tijdens het Nationaal Schoolontbijt. Heeft jouw klas zich al aangemeld? En wil jij met je klas ontbijten in een stal bij de kalfjes, in een boerenschuur of in een tuinbouwkas? De boeren en tuinders op Voornepunten maken dat graag mogelijk. Mail voor meer informatie naar info@boerenentuinders.nl. Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl. Link weer. Het blijft vanavond vrijwel in het hele land droog en ook is er weinig bewolking. Later op de avond ontstaat er op sommige plekken wat nevel, waaruit voornamelijk in het oosten op lokale plekken wat mist kan ontstaan. Dat lijkt echter van korte duur. De minimumtemperaturen voor vanavond liggen uiteen van 7 graden in het noordoosten tot 12 graden in het zuidwesten. En nu terug naar de muziek. Dit is Link. I enjoy some of the old and I enjoy the new. And if I can find a balance between it, that's where I find my satisfaction. Daddy.
the music that you gotta feel. Gave you the truth before I got a deal. No rabbit in a hat, it ain't no magic, ain't no Copperfield. More like a panther, Huey Newton, Bobby Seale. Word to the free lunch, who knew what we would become? Who would be defunct, which rumors would be debunked? Yeah, this is the music that you gotta feel. Yeah, gave you the truth before I got a deal. No rabbit in a hat, it ain't no magic, ain't no Copperfield. More like a panther, Huey Newton, Bobby Seale. Return the free lunch, you knew what we would become. Who would be defunct, which rumors would be debunked? Used to be scared of all my fears, till I woke up from this nightmare. Now we'll become of a dream deferred. From now until I leave this earth, the music make your speakers burst. I always put my people first. It's deep now when I speak, they say I'm preaching like I lead a church. No proper opposition, competition gonna need a nurse. My job as an artist is making miracles, to show you how to struggle poetic and make it lyrical. Crystallize your thoughts and make it clear to you, and make the revolution irresistible. Oh, this one's for all the little dreamers and the ones who never gave up. Where is it all going? Was it coming to an end, or is it just beginning? I was one fellow who rode Malibu quite well at a certain time in history, and I doubt if very few people are able to find these type of conditions again due to crowds and controls and much bureaucracy. But there are other areas which are magnificent and are treasures of this world. And for someone who is a venture and excitement in their life, and they have a lot of excitement and adventure, and they can find this way of living. It's by Escort. Ik krijg mijn boemer voor de eerste keer. Money wordt niet gebloot, wordt geïnvesteerd. Ze zeggen money maakt je lui, jouw nigga scared. Misschien ben ik gierig, waarom wil ik meer? Ik heb nooit genoeg, het is niet mooi genoeg. Maar is er lekker, is er hooi genoeg. Ik heb zoveel dingen die ik niet snap. Rook een dikke terwijl die beat klap. Werd wakker van de geur, stond er ei te bakken. Bijna naakt, een setje aan met grijze hakken. Vandaag ga ik nergens, ik blijf het klappen. Telefoon uit, morgen krijg ik klachten. Wat is beef als je heel de dag hoofd krijgt? Als je straks twee kop voor een show krijgt. Vliegtuig als je heel de dag hoog blijft. Kan me niet schelen als je boos kijkt. Ik doe het morgen weer, want misschien is het mijn laatste. Ik ben in een volle sfeer, maar ik wil met niemand praten. Dus DJ draai nog een, en daarna nog een. En daarna nog een, en daarna nog een. Morgen weer, doe het morgen weer. Het leven onberekenbaar, net zoals het weer. Misschien ben ik morgen rijk, misschien morgen skeer. Fuck it voor die money, heb ik het nooit gedaan. Ik heb mijn vader gezien voor het eerst dit jaar. In de gevangenis, maar waar is het misgegaan? Heb die nigger vergeven, maar ben niet van vergeten. Karma hou je niet tegen, ik leef en laat leven. Hij vraagt me wat ik wil worden. Ey. Wil worden net als dikke vandalen. Vroeger op de straten waren we die dikke vandalen. En maakten we slippers zonder sandalen. Ja, soms is een nigger op zijn slippers zoals hef. Soms op het goede pad en dan zet ik alles recht. Ik kan zeggen dat ik stop en dan meen ik het ook echt. Maar shit, het maakt niet uit wat ik zeg. Ik doe het morgen weer, want misschien is het mijn laatste. Ik ben in een volle sfeer, maar ik wil met niemand praten. Dus
DJ draai nog één. En daarna nog één. En daarna nog één. En daarna nog één. Ik ben op een laatste donnie, mijn nigga naast me heeft geen money. Het is mijn plicht, dus ik split, samen skate. Met deze handen kan ik kneden, maar deze handen doen me zeer. Jij geeft iedereen de schuld, ik zie je twijfelt aan de heer. Je mama had je nog geleerd, het is lobby boven money. We zijn slaven net als Sonny, mijn niggas zeggen never sorry. Ze zijn niet ready voor mijn story, we vegen alle dotties. Ze vindt me sexy in mijn jockey, maar geef me never blow. Jij geeft liefde naar die ho, geef mijn moeder liever dood. Ik ben liever in de boer, geen niet door met HBO. Vroeger stond ik vaker droog, maar nu krijg ik vaker hoop. En respect die moet er zijn. Kleine jongens worden groot, hey. Jonge man, ik ben niet op problemen. Maar je krijgt het als je het toch wil proberen. Willen niet horen, maar toch blijf je forceren. Kom maar niet zeggen wat ik niet doe, no. Yes, dames en heren. Voor de kijkers. Ik doe het morgen weer. Er is een, we hebben een extra gast aangesloten. Maatje, die twee weken geleden hier ook was. Maar die had niet echt de tijd gehad om zijn complete verhaal te doen. En vandaag voor hem ook weer niet die complete, echt uitgebreid tijd om zijn complete verhaal te doen. Maar laten we hem eerst in ieder geval welkom heten. Welkom, Maatje. Hi. Hey. Goed, jongen. Ja, met mij is het helemaal tip-top. Oké, mooi. Dus van wat ik begrepen heb, je bent in ieder geval uitgerust, want je hebt net lekker lang in de file gestaan. Ja, zeker weten, man. Dus dat je op een zaterdagavond op deze tijdstip nog steeds in de file staat. Ja. En daar heb je weekend voor. Ja, hoort erbij, hè. Nou, in ieder geval blij dat je het nog gered hebt. We gaan kijken of we binnenkort nog een aflevering speciaal aan jou kunnen besteden. Dan hoop ik dat je die dag niet hoeft te werken, zodat je echt je complete verhaal kan doen, want het verdient echt oren. Juist. En vooral ook de manier waarop je ervoor gekozen hebt toen ook om de moeilijke tijden door te komen. Mm-hmm. Vertel ze maar even globaal. Doe iedereen even hun gedachten refreshen. Hoe komt het dat jij het even moeilijk gehad hebt? Ja, kijk, vorige keer begon ik ook over hoe het is allemaal begonnen. En ik weet niet of iedereen mee heeft gekregen, dus dan doe ik het gewoon eventjes kort en krachtig weer. Ik ben tweeling geboren. En vanaf Curaçao hebben ze ons als één persoon op geboorteakte gezet. Maar wel ons allebei, ons namen. Maar... Dus het was een registratiefoutje? Ja, het was een registratiefoutje. Ondanks dat zij vrouw is. Ja. En dan moet je nagaan, dit probleem is al begonnen in Curaçao. Ja, maar het mooie is, het is niet zijn één eigen tweeling. Dus niet zozeer dat je dan kijkt van, oké, ik zag het even dubbel. Nee, het is een jongen en een meisje. Nee, dit is gewoon puur op papier. Ja. En hebben ze... Kijk, in principe, kijk, op Curaçao is het zo. Je krijgt een PSN en achterin moet staan hoeveel kind je bent geboren. En bij ons staat allebei op nul. En toen we naar Nederland waren gekomen, hebben ze ons als één persoon geregistreerd. Oké, en uiteindelijk hebben jullie dan ook samen een één BSN-nummer gekregen? In principe hebben wij allebei dus zeg maar één BSN gekregen. Waarom? Omdat ik achter ben gekomen dat een andere persoon hetzelfde BSN heeft als mijn zus. En dat heb ik via gemeente zelf meegekregen. Mm-hmm. En waardoor wij draaien dan zeg maar op mijn BSN. Dus alles wat zij doet, krijg ik... Krijg jij op jouw... Maar hoe lang duurde het voordat je erachter kwam? Dit heb ik al... Vanaf mijn 20ste begon ik... Zeg maar langzamerhand met dingen erachter te komen. Iets klopt niet. Ja, dat klopt iets niet, ja. Jeetje. Zo, en hoe oud ben je nu? 44. Je nagaan. Oeh, dat is 24. En het gaat nog steeds door. Nou, Charlie, maak je borst maar nat. Dus ja, hij is al 24 jaar bezig. Je zit nu nog maar net op de helft. Je staat nu op 13. Ja, die van jou is ook net zo erg. En even voor de luisteraars, het is niet lullig bedoeld. We proberen het een beetje luchtig op te pakken. Want ik geloof dat als je diep en diep en diep in de financiële problemen zit... dat als je dan geen gevoel voor humor hebt... dat het dan een hele zware opgave gaat worden. Ga je niet redden. Ja, mijn oudste is 24. Ja, ik kan me herinneren. Kijk, ik kan me echt herinneren hoe dat gevoel is. En ik heb ook wel eens een rekening te laat betaald.
Kijk, als je timing off is of als je dingen te laat weet, dan kan je heel goed, heel zwaar buiten de boot pissen. En dan kan het je ook echt een hele tijd kosten. Ja, ja. Want ja, die dan, systeem, die, ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. Nog een persoon bij hem, ze weten het niet eens. Nee, maar wacht. Er is gewoon één persoon onder een andere persoon. Is het hij? Is het haar? Ja, wie of is het een andere persoon? Ja, dus, maar je moet begrijpen. Dus ik begrijp heel het systeem niet. Dus, je moet begrijpen. Dus ik had al geen geld om deze rekening te betalen, of het is me ontglipt. Oké, als het me ontglipt is of als ik het expres gedaan heb, dan is het een reëel systeem. Ja, ja. Ja, want je kan het nu niet betalen. Dus als straf, omdat je het nu niet kan betalen, moet je maar gelijk 2 tot 3 keer zoveel betalen. Juist. En als je dat niet binnen de termijnen doet die wij stellen, heb je nog een groter probleem. Dan komen er ook nog de gerechtelijke kosten erbij en dan betaal je al 5 tot 6 keer zoveel. Ja. En als het nog verder gaat, dan gaan ze over naar ook executie. En dan uiteindelijk betaal je voor de schuld van 2000 euro betaal je 12.000 euro. Want ja, er wordt geen plafond gegeven. Oké, dus met andere woorden, de systeem is zo opgebouwd dat als je... Nu begrijp ik ook de rat race waar Bob Marley het over had. Ja, dus je moet blijven werken, je moet blijven rennen. Je moet achter die wortel, achter die kaas, achter die dingen aan blijven gaan. Want anders struikel je en als je valt, dan zorgen we echt dat je in de diepste dal gaat komen. Want je mag maar 1 keer overnieuw beginnen. Dus dan worden je schulden gesaneerd. Dus dan moet je eerst 3 tot 5 jaar stront happen. En dan word je gesaneerd, wordt alles voor een groot gedeelte kwijtgescholden. Jij praat over jou. Maar stel je voor dat je nou een boete krijgt die niet van jou is. En maar jij moet het wel betalen. Wat is dat dan? Net als bijvoorbeeld in jouw geval. Ja. Wat je zus hebt gedaan. Ja. Want laat staan tegen de tijd dat moet jij dan nou voor betalen? Daar moest ik voor betalen, maar helaas heb ik ze ook niet betaald. Dus ja, maar je moet toch wel jouw schuld. Ja, het staat wel op mijn naam. Nog steeds. Ja, maar wat in eerste instantie niet eens jouw fout is. Daar begint het al bij. Eerst was een fout gemaakt in Curaçao, vervolgens gaat hier in Nederland verder. Ja, gaat hier verder. Dus in Curaçao is een fout gemaakt, hier heb ik geleden in principe. Kijk, en tot ongeveer 8 maanden geleden ben ik aangehouden, dus stilstaande gehouden door de politie. Ja, het duurde misschien 2-3 seconden. Toen zei ze tegen mij zo van, hey, volgens mij ben je geen vrouw. Ja. Toen zag ik ook mijn naam en een foto van mijn zus erop. Maar jij wordt wel staande gehouden. Juist. Maar in principe heb ik mijn recht als man nooit gehad hier in Nederland. Nee. Ik ben altijd aangesproken van, vrouw. Je hebt geen gouden tanden, jij hebt geen tatoeage in je nek, je bent geen vrouw, je mag weggaan. Ik ben 2 keer bij de immigratiedienst, hebben ze mij daar aangemeld. En ja. Dus je bent bijna dus wouden je nog het land uit hebben ook. Wauw. Nee, maar dit is wat ik bedoel met het systeem waar we in leven. Dat je niet kan voorstellen dat zulke dingen hier in dit land wordt gepermitteerd. Waar ze zeggen dat soort van alles goed geregeld is. Ja, dat terwijl dat de helft krijgen mensen foto maken, niet eens, maar... De helft krijgen mensen niet eens mee. Nee, maar wat geregeld is goed geregeld. Maar wat ze niet weten... Weet je, als onder de tafel... Ja, want zij maken geen fouten, toch? Ja, bij mij gaat het niet. Ja, nee, maar dat is de façade. Maar als ze een fout maken, is het dan gelijk een infarct van een fout. Dan is het ook gelijk ook... Dus dan is het fout dik gedrukt, onderstreept, uitroep. En dan is het een klein dingetje en dan wordt er een olifant van gemaakt. Maar als jij zulke grote fouten maakt, hè? Hé, waar hebben we het? Nee, ik heb nog nooit zo... Maar ik zou niet eens kunnen bedenken hoe ik zo'n grote fout moet maken. Hoe ver moet je komen om daar te komen dan? Kan je dan inschrijven? Nee, maar het is toch bizar? Inschrijven? Kan jij je inschrijven? Eén verkeerd vinkje en je... Maar als je in gaat schrijven, bijvoorbeeld... In mijn situatie, zo overal waar ik kwam deurwaarde. Ja, maar zeg, kan jij dan niet... Dan kan je dus niet inschrijven. Jij kan je niet inschrijven, dan gaat automatisch... Sommige momenten had ik me niet... Je zussencode gaat dan aan. Sommige momenten had ik me niet kunnen inschrijven. Naar mijn gevoel wel, maar in het systeem niet. Waarom? Want dan komt... Dus het adres van mijn zus naar buiten. Ja. Dus terwijl ik daar niet eens woon. Oké, maar was je zus dan zo mooi dat ze jou gewoon vergeten waren? Of baby, denk ik. Ja, dat is een mooie vrouw, maar... Ja, ik denk ik haal even de serieusheid van die dingen, zie je toch? Nee, je moet een beetje, ja. Ja, zoals ik zei, je moet een gevoel voor humor hebben. Kijk. Huilen doe ik ook niet meer, sowieso niet. Nee, ja, want dat zeg ik. Kijk, heel anders tegenaan. Dus, je moet een gevoel voor humor hebben, anders ga je een van de mensen meest bittere... Ja, tuurlijk niet. Kijk, in mijn optiek,
Als je wonen ga je ook niet kunnen eten. Als je nergens kan eten, hoe ga je dan banken? Niks gaat banken. Nee, maar daarom zeg ik, God zet ons situaties die ons niet die we aankunnen, fysiek en mentaal aankunnen. Want ik zeg je eerlijk, ik in zijn situatie was ik op een gegeven moment terrorist geworden. Want, ik ben toch een Ja, maar dat is wat ik bedoel. Het laatste. Niet dat ik mensen aanspoor om terrorist te worden, even voor de duidelijkheid, je weet toch? Dus voor de mensen die onder de 100 IQ hebben. Word geen terrorist. Serieus. Je bent er niet eens bij om je eigen resultaat te zien. Mm-hmm. Amen, halleluja. Dit wordt vervolgd, jongens. Ja. Yes. Zodoende. Ik vind dat de regering ons gewoon niet helpt. Yes. Nee, maar dus, ik vind het jammer dat je maar zo kort bent gekomen. Want we hadden nog maar heel even kort spreektijd. Want we moeten de show nu afronden. En kijk, die koop volgende week. Ja, maar kijk, het is nu... dat de mensen weten wat er volgende keer gaat komen. Ja, dit is een goede inleiding voor... Houden jullie warm. Dit is een goede inleiding voor volgende week. Ja. Want je kan me zeggen wat je wil, maar zulke erge horrorverhalen heb ik nog nooit gehoord. Ja. Ik wil nog meer weten. En FYI, volgende week is weer Halloween. Volgende week gaan we het hebben over horrorverhalen. Oh, horrorparties. Horrordates. Hey. Horror alles. Dus kom maar met je enge commentaar. Je schoonmoeder. Vandaag lag de telefoonnetwerk eruit. Maar volgende week wil ik jullie leukste verhalen horen. Als je niet kan inbellen, laat een comment achter op YouTube. We kunnen gewoon met je chatten. Ga gewoon naar YouTube, toets in Link Media en dan vind je onze livestream. Je kan gewoon gezellig met ons chatten. We maken er een leuk feestje van. Ik ga jullie achterlaten met Drake en Trey Songs. Succesvol. En afsluiten met Adrie, Dennis en Elvie. Over de moeilijke tijden die hun meemaken. Fijne avond, dit was Let's Talk. I want it all, that's why I strive for it. This me, you'll never hear a reply for it. Any award show or party, I get fly for it. I know that it's coming, I just hope that I'm alive for it. I want the money in the cars and the clothes. The whole